Ja, u niet? Ook mensen niet. Nou, u niet? Nee? Nou, cabaret. Ja, de dingen die je gewoon bezighouden, die je tegenkomt, daar heb je het over. En, nou, bijvoorbeeld één ding. Misschien herkennen jullie dat. Hebben jullie het ook? Kom je wel eens bij Kruidvat of niet? Ja. Dat als jij bij Kruidvat komt, het maakt niet uit op wat voor dag of welke dag in de week, maar als jij daar komt, dat ze dan de vakant willen zijn. Ja. Altijd, hè? Het is irritant, man. Pas geleden, ik moest boodschappen doen en nou, dat ben ik al gestrest en met een hekel aan. Ik was mijn boodschappenbriefje vergeten, maar ik wist één ding, ik moet naar het Kruidvat. Ik kom daaraan en er stonden in die smalle gang die stomme dozen en dan moest ik doorheen zo. En wat zit er in die dozen? Playmobil, literaire thrillers en wifi-bordjes. Hallo, je bent bij een drogist. Ik durf mijn Kruidvat niet te vragen, verkoop je ook zoet hout? Ik ben veel te bang dat ze dan zeggen, ja, naast de stroompjes. Jij weet wat zoet hout is, niet gedacht, niet. Maar ik loop daar dus en er zat zo'n Kruidvat, een medewerker, die zat zo'n vak te vullen. En die moest voor mij opstaan, want anders stond ik niet langs. En zij stond op. Ik keek naar haar, en het was de mooiste vrouw ter wereld. En van half lange donkerblonde haar, het brilletje, eenmaal klassiek profiel, een beetje mollig, daar hou ik van. En ik keek haar aan en ik wist onmiddellijk weer wat ik nodig had. Vaseline. Geen vertrouwen. Vaseline is mooi spul. Ik bedoel, het is kleurloos, geurloos en je kunt het overal voor gebruiken. Echt waar. Pas geleden, ik wilde koekjes bakken. Ik had geen boter in huis, ik heb vaseline gebruikt. Dat ging prima. En wat stond er nu? Een rekje met leesbrillen. Ik dacht, ja, ik ben nou 45, misschien is voor mij een leesbril ook wel handig. Dus ik pakte er een beet en het was nog een reclame ook. De tweede was gratis, omdat die bril stond plus 1. Ik dacht, nou... Ja, die snap jij niet. Maar ik denk, ja, ik moet toch die vaseline hebben. Dus ik loop terug naar die vrouw. Ik zeg van... Kun jij mij vertellen waar de vaseline staat? Ik krijg een typisch Rotterdams antwoord. Weet je wat ze zegt? Vaseline, wat is toch? Nou, muziek weer lachen. Ik denk, nou, dit moet niks. Dus ik uiteindelijk, ik ga naar de apotheek. Ik naar de apotheek. En, nou ja, de apotheek is eigenlijk precies hetzelfde als het Kruidvat. Het enige verschil is dat bij de apotheek de dozen achter de toonbank staan. En de klant helpen. Maar goed. Ja, uiteindelijk had die vaseline, ik kom thuis, dus tegen mijn lief, schat, ik heb voor vanavond vaseline. En toen zei ze, vandaag niet, schat. Ik zeg, hoezo? Ze zegt, nou, we hebben nog cookies. Wat een narigheid allemaal, hè. Nou goed, het maakt verder niet uit. Het enige wat ik wil zeggen, ik heb altijd pech in mijn leven. En dan gaat het volgende liedje ook over.